Goedendag iedereen, op een nieuw budgetontbijt. Dus met budgetontbijt bedoel ik dan even, ja, ik heb het hier even op een bordje, een budget van 50 cents, dus een halve euro. Wat kan je daarmee doen? Zo, ik heb deze zak hier aangekocht bij de Albert Heijn, de muesli, hier heb ik de rozijn bij de hand, walnoten, dan ook de melk is te zien op mijn laatste video's. Blauwe bessen, druiven, dit heb ik aangekocht in een Arabische winkel, de dadels, dan heb ik ook sinaasappelen. Dus het is belangrijk, ja, een budgetontbijt voor een halve euro. Het gaat erom dat men niet de volledige pak gebruikt. Nee, bijvoorbeeld dit hier, dat is goed voor 20 porties. Dat kost amper 2 euro gemiddeld, dus dat maakt per portie 10 cents. Zo, daar zijn mijn muesli's, portie 10 cents. Ik ga nu even de walnoten bij de hand nemen. Dus walnoten, 5 stuks is voldoende voor het ontbijt. Maar wel even interessant om te zien hoeveel zitten er in zo'n pak. Ik ga hier even de pak uitgiezen. Zo, dat is 200 gram walnoten. Dus ook opnieuw, men eet geen 200 gram walnoten in één dag. Dus men neemt 5 stuks. Zo, die zijn ondertussen in de opbergdoos hier. Hermetisch afgesloten. Zo, ik heb hier ook een geperste appelsien met wat water toegevoegd. Mijn koffie. Ja, mijn glas water belangrijk in de ochtend. Ook een mooie set dit van de Action. Dus ik ben nog altijd niet aan mijn halve euro. Zo dan toevoeging van blauwe bessen of witte druiven. Ik ga vandaag een keer blauwe bessen gebruiken. Dus opnieuw de redenering, men gebruikt niet de volledige pak voor het ontbijt. Hé. Dat is voldoende voor de volledige week in combinatie met de witte druiven. Zo, ik heb de blauwe bessen toegevoegd, zodat ik ook voor de andere. Ik heb hier de campinamelk bij de hand. Ik ga zo dadelijk wat melk toevoegen. Ik ga het eerst nog hebben over de dadels. Zo, de dadels hier is ook te vinden op de markt. In Stekenen of in Terneuzen. Bij een tweetal Arabische winkels daar. Yara en Nazar Market. Wat kost dat? Tussen de 5 en 7 euro. Ook opnieuw, dergelijke pak, ja. Dat eet je niet op in een week, hè? Dus het is economisch ook. Je hebt wel voor 2 weken met dergelijke doos. Zo, ik heb een drietal dadels toegevoegd aan mijn ontbijt hier. Zo, de melk hier met de fantastische opening. Alleen meer bepaalt die draaiknop. Zo, toevoeging van de melk. Net dat het iets onderloopt, zo. En dan laat je het enkele minuten rusten, dat de muesli's zachter worden. Ja, dus deze melk kost tussen de euro 20 en euro 50, hangt er vanaf. Dus ook, hoeveel gebruik je daarvan in een kleine hoeveelheid? Maar ik zal het er nog even hebben over andere zaken voor het ontbijt, dat wij ook wel een keer eten als afwisseling in het weekend. Hey. Confituur bon maman, Nutella, dat kan ook gebeuren, hey, in mate. Ook wel belangrijk, ik heb deze zaken gratis gekregen. Dat was een aanbod van 2 plus 1 gratis. Dus ik kon 2 van die artikelen kopen, dus 1 pot gratis. En dit was idem, dus dat is volledig gratis. Deze beide potten hier, dus ook wel interessant. Is ook wel interessant voor kinderen die graag Nutella lusten. Of een keer confituur, hey, afwisseling. Dan ook nog even de markt van Stekenen. 400 gram hier, olijven. 300 gram van deze soort. Ja, we hebben er nu al wat gebruikt gisteren. Ook bijzonder economisch. Je kan dat gebruiken voor de volledige week. Voor bepaalde gerechten, voor toevoeging. Hey, dat is ook iets, je eet dat niet op in één dag. Dus het is belangrijk van een planning te maken. Wat ga je eten de volledige week? Eventueel zelfs de week erop. En zo geen verspilling te voorzien. Dus je kan budgetgericht boodschappen doen. Zonder verspilling.
Zo, men is enkele minuten verder. En zoals je ziet, de melk is in de muesli, dus prima. Het is ook belangrijk, mijn video's worden volledig gratis gemaakt. Er is geen enkele sponsoring van wie dan ook. Dat is puur hobby. Nog even belangrijk om te melden. Ook zowel van dit als van andere video's. Dat is volledig gratis.